Een kijker van mijn kanaal stuurde mij deze link door. Dit is een pagina, ik zal hem onder de video wel eventjes even linken. Waarin wordt uitgelegd dat Van de Bron, hè, waar ik in een video aandacht aan heb besteed, omdat zij kosten gaan berekenen voor teruggeleverde zonnestroom, dat zij niet de enigen zijn die iets aan het doen zijn om energieklanten met zonnepanelen nadeel te berokkenen. Dus let daar ook zeker goed op als je met je contracten bezig bent of wilt overstappen of net wat. Er lijkt sprake te zijn van verschillend aanbod tussen klanten met zonnepanelen en zonder zonnepanelen. Hieronder hebben ze een lijstje gemaakt, maar dat is natuurlijk een bewegend target, hè, maar deze energieleveranciers die doen allemaal iets in die richting. De ene die heeft bijvoorbeeld het vastrecht verhoogd wanneer je aangeeft dat je zonnepanelen hebt. Andere partijen die geven bijvoorbeeld geen welkomstbonus meer aan klanten die zonnepanelen hebben enzovoort enzovoort. Het is allemaal niet erg, maar je moet er wel rekening mee houden. Je moet wel rekening houden in je vergelijking dat je daar dus nadeel van ondervindt. Dus als jij op een vergelijkingswebsite invult jouw verbruik en dit en dat en je vinkt daar niet aan dat je zonnepanelen hebt, dan krijg je dus een heel ander aanbod dan wanneer je wel aanvinkt dat je zonnepanelen hebt. En ook al zou je dit niet aanvinken en denken, dan krijg ik mooi toch die tegemoetkoming. Als ze uiteindelijk vanuit de netbeheerder, als ze jou als klant gaan onboarden, te horen krijgen dat jij zonnepanelen hebt, dan gaan ze het alsnog verrekenen en zit je ook nog eens een keer aan de contracten vast. Dus let daar heel goed op. Een andere die ik heel leuk vond, kreeg ik in de mail doorgestuurd van energieleverancier Tibber. Die zegt hier, wijziging tarief inkoopvergoeding komt te vervallen. Dit was ook wel bijzonder om te lezen. Zij waren van plan, hadden ze aangekondigd dat ze per 1 september een tariefswijziging zullen doorvoeren op de inkoopvergoeding bij het terugleveren. Het maken van de juiste beslissing is niet altijd makkelijk en in dit geval denken we dat het niet de juiste is geweest. We zullen deze wijziging dan ook niet doorvoeren. Nee, ik ben niet bezig om een veer in mijn kont te steken op dit moment, maar het is wel heel typisch dat er werd gezegd, want ik had in mijn video genoemd over Van den Bron, dit is een proefballonnetje, bla bla bla. Er werd gezegd, dit is geen proefballon, maar dat blijkt het dus wel degelijk te zijn geweest. Wanneer de eerste een verandering doorvoert die in de markt nog niemand heeft gedaan, dan ben je automatisch proefballon en gaat iedereen naar je kijken. En dat is net als bij de Brexit. Andere landen die kijken naar hoe dat allemaal is gegaan en die hebben allemaal de conclusie, nou, dit is misschien best wel een heel slecht idee, kunnen we misschien beter zelf gewoon niet doen. Nou, en daar is dit dus ook een voorbeeld van. Dus de wijziging is niet, gaat niet door, maar ze gaan wel iets anders doen. En dat vind ik echt heel bijzonder, omdat Tibber natuurlijk een dynamische energieleverancier is. Zij gaan de overproductie, als ik het goed lees, hè, zij gaan de overproductie vanuit jouw zonnepanelen niet meer elke maand gewoon netjes verrekenen met je verbruik. Dat je gewoon elke maand bam bam netjes je tegoed krijgt of je moet betalen, hè, als je meer hebt gebruikt dan dat je zelf hebt teruggeleverd. Maar dat gaan ze er overheen tillen. Ze gaan dat later uitbetalen, dus ofwel een maand verder of aan het einde van het jaarcontract. En dat is heel bijzonder, omdat namelijk een dynamische energieleverancier in feite geen risico heeft. Daarom is er ook geen looptijdverplichting. En het grote voordeel van dynamische energieleveranciers vind ik altijd dat je exact betaalt voor de stroom die je afneemt of exact betaald krijgt voor wat je hebt ingevoerd. We hebben natuurlijk in het recente verleden meerdere energieleveranciers gehad die over de kop zijn gegaan. Wat er dan gebeurt is dat al jouw voorschotbetalingen die jij tot dat moment hebt gedaan, dat is voorschot, dat is in feite een achtergestelde lening. Oftewel, bij faillissement van je energieleverancier is al dat geld weg. Dat gaat naar de vaste schuldeisers die veel hoger in de boom zitten dan jij, omdat die voorop staan. Je bent achtergesteld, dus jij staat achteraan. En daarna krijg je van de curator ook nog eens een keer een rekening voor de stroom die je hebt afgenomen en die mag je dan alsnog gaan aftikken. En dat is natuurlijk een groot risico. En daar heb ik, dat is alweer een hele tijd geleden, denk ik anderhalf jaar geleden, ook een video over gemaakt. Dat je daar echt rekening mee moet houden. Dat je dus risico loopt wanneer jouw energieleverancier failliet gaat en je hebt een vrij hoog voorschotbedrag. Al dat geld is weg. En dynamische energieleveranciers die hebben dat niet. Want ja, je rekent elke maand exact af wat je hebt gebruikt of hebt teruggeleverd. Dus elke maand eindigt het gewoon. Dus jouw risico is maximaal 31 dagen. En that's it. Maar nou ze dus dit willen gaan doen, verandert dat, want zij gaan ook hier dus weer een klein beetje als bank spelen. En het lijkt erop dat ze tot de conclusie zijn gekomen van ja, we kunnen die inkoopvergoeding wel gaan verrekenen, maar dan lopen we kans dat we heel veel klanten gaan kwijtraken. Dynamische energieleveranciers hebben geen looptijden, dus dan zou je ook heel snel weg kunnen naar een ander. Dat zou ze heel veel verlies van klanten op kunnen leveren.
Wat we daarentegen wel kunnen doen is dus dit. Dus eventuele opbrengst houden wij een maand achter. Die keren wij dus niet uit. Dat zijn liquide middelen die zij bijvoorbeeld op een dumprekening, spaarrekening of eventueel tegen een kortlopende deposito weg kunnen zetten tegen een hele mooie rentevergoeding. Daarna betalen ze hem jou wel uit, maar die rentevergoeding die zij hebben gekregen, die steken ze in hun eigen zak. Dus zij hebben hun verdienmodel, lijkt het, aangepast op zo'n manier dat ze hier maximaal gebruik maken van de hoge rentesituatie. Terwijl daar geld, wat eigenlijk jou toekomt, had jij moeten ontvangen, zodat eventueel jij het op een spaarrekening of op een deposito had kunnen zetten. Of had kunnen steken in aflossing van schulden of opbouwen van vermogen enzovoort. En dat ontnemen ze je hiermee. Dus het is een hele interessante manier van doen. Ik heb dit ook nog niet eerder gezien, maar ik snap wel, als ik er een beetje over nadenk, waarom dat ze het doen. In dat licht bezien vind ik deze quote die op hun homepage staat wel interessant. Verdienen aan je verbruik doen we niet, maar met de nieuwe regels die ze nou gaan introduceren doen ze dat dus wel degelijk. Dus dat is wel heel, heel apart om te zien. Als je ook in de tekst die in de mail staat leest, dan schrijven ze ook dat ze het doen zodat mensen een potje aanleggen, zodat ze het overschot van de ene maand kunnen gebruiken in de andere maand, wanneer het verbruik bijvoorbeeld hoger is, zodat de klant niet onnodig risico loopt. Terwijl ik denk dan, als je daar bang voor bent, dan moet je die klant eigenlijk sowieso doorverwijzen naar een concurrent. Want dan heeft die klant eigenlijk een energieproduct gekocht, namelijk een dynamisch contract, wat die persoon eigenlijk niet snapt. Want je doet nou net alsof dat mensen niet in staat zijn om zelf die middelen aan te houden en aan te wenden als eenmaal de jaarafrekening komt. Dus je gaat hier je eigen een beetje bekommeren om de klant, terwijl een dynamisch contract is juist een product waarbij je heel expliciet aangeeft dat je dat soort bekommeringen en zekerheden niet wilt, maar dat je gewoon de kale marktprijs wilt hebben en niks meer en niks minder. En dat is een hele bewuste keuze. En als je serieus denkt dat dat bij sommige van je klanten niet het geval is, dan voldoe je volgens mij toch niet aan je zorgplicht door die klanten klant te laten blijven bij jou. Daarom denk ik dat dit gewoon puur een stukje PR is wat ze nou in het leven roepen om te maskeren wat de echte reden is waarom dat ze die extra kosten in rekening gaan brengen. Maar de boodschap van deze video is alleen maar, mensen, wordt heel scherp. De producten worden, kijk, energieproducten waren altijd al heel lastig om met elkaar te vergelijken. Je hebt dus de eenheidsprijs van de energie. Je hebt BTW energiebelasting, maar die valt weer weg bij teruglevering meer dan je jaarverbruik. Dan heb je ook nog eens een keer de kosten voor de netbeheerder. En als je gas hebt, ook nog hoe ver je van een bepaalde plek afwoont, want dan worden er weer extra transportkosten gerekend. Bladibladibla. Andere netbeheerders in het land rekenen andere tarieven. Het is zo opaak als het maar zijn kan. Kijk, ik snap ondertussen wel een klein beetje hoe dat ik dat moet lezen. Daar neem ik jullie ook in mee. Maar het wordt nu dus nog complexer, omdat jouw specifieke situatie het aanbod van de leverancier verandert. Dit begint heel erg te lijken op hoe dat bijvoorbeeld ook reisaanbieders omgaan. Hè? Dus die hebben dan een aanbod. Maar dan, het kan afhankelijk zijn van je cookies of waar dat je in de wereld bent als je de website bezoekt, welk aanbod dat je krijgt. Het aanbod wordt heel dynamisch. Dus dat moet je echt meenemen in je vergelijking. Dus als jij op een druilerige dag zoals vandaag mooi alle energieleveranciers gaat vergelijken, dan is het nog maar de vraag of dat jij dat aanbod wel krijgt de dag erna en na invoering van jouw specifieke locatie en afname dan wel terugleveringsopbrengsten. Hou daar dus heel goed rekening mee. Tot zover. En beide mensen die mij dit hebben doorgestuurd, dank voor jullie voor het doorsturen van deze informatie. Het was mij nog niet bekend. En op deze manier worden we er alle twee weer een klein beetje wijzer door. Dank jullie wel.